Als de brandweer even na 1 uur 's nachts ter plaatse komt, slaan de vlammen al uit de woonboerderij. Eenheden uit de hele omgeving worden opgeroepen om de grote brand te bestrijden. Al snel blijkt dat er niets meer te redden valt. De woning lag helemaal vol met materialen en spullen. Dus het was eigenlijk voor de brandweer ook niet mogelijk om een binnenaanval te doen om te blussen. Want het lag helemaal vol met spullen, van beneden tot aan boven. Omdat er geen mensen of dieren binnen zijn en de rook richting de snelweg trekt, besluit de brandweer eerst dan ook om te wachten met blussen. De A2 ligt hier achter ons en de rook ging dus vrij laag over de A2, wat hinder kon veroorzaken. Dus daarop hebben we ook besloten, we staken het blussen, zodat de rookkolom recht omhoog gaat, hoog over de A2, dat er eigenlijk weinig hinder op de A2 is van deze brand. Met veel mankracht en materieel voorkomt de brandweer uiteindelijk dat het vuur overslaat naar de buren. De hele nacht zijn ze hier bezig om de brand gecontroleerd uit te laten branden. Uiteindelijk is er niet echt brand geblust. Later wel in het laatste stadium, maar in het eerste stadium is er gekozen. We laten hem gecontroleerd uitbranden. Vanochtend bij daglicht is goed te zien welke puinhoop de brand achterlaat. Het terrein ligt vol met oude apparaten, heel veel papier en andere zwartgeblakerde spullen. De voormalige bewoners Peter Dont, die begin dit jaar om het leven werd gebracht bij een gewelddadige inbraak. Hij was een bekende verzamelaar in Breukelen en haalde onder meer papier en oud ijzer op in het dorp. Vanwege de enorme berg aan spullen moet de brandweer blussen en slopen tegelijk. Er is een kraan nu, die is alles uit elkaar aan het halen, zodat dat de brandresten die er nog zijn, die diep zitten, ook geblust kunnen worden. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of de brand wellicht is aangestoken.